Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er ligt vrij veel laaghangende bewolking boven ons land. Sterker nog, de zon heeft de eerste uren weinig kansen, maar in de loop van de dag breekt de zon voorzichtig wel door. Dat zal in de ochtend langzaam aangaan en in de middag gaat het dan wat sneller, waarbij de temperatuur in de ochtend oploopt naar een graad of 10 en vanmiddag verder stijgt. Langs de kust blijft het kwik steken bij zo'n 12 tot 14 graden. In het binnenland wordt het 15 tot 17 graden. De meeste wolkenvelden houden we in het noordwesten van het land en de wind is meest matig uit de noordelijke richting. Redelijk rustig weer, dus ook vanavond. Met nog steeds wolkenvelden en enkele opklaringen. Temperatuur gaat uiteraard dalen. Maar doordat het in de nacht toch overwegend bewolkt is, zal de minimumtemperaturen niet veel verder dalen dan een graad of 7. Dan gaat het morgen weer hetzelfde als vandaag. Eerst de meeste wolkenvelden, later op de dag de meeste zon. 13 tot plaatselijk 18 graden. En de noordwestelijke wind is nog altijd zwak tot matig kracht 2 tot 3. Vanaf donderdag krijgen we dan wisselvallig weer. Met meer bewolking, van tijd tot tijd regen of buien. En af en toe zon. En de maximumtemperatuur gaat omlaag. Zaterdag doen we het met gemiddeld een graad of 10 op de thermometers en dat is echt een stuk kouder dan wat we normaal hebben deze tijd van het jaar. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.